Een ontmoetingsplek voor jong en oud. Dat wil buur zijn voor de bewoners van de Nijmeegse wijk Brakkenstein. Werner van der Wiel is een van de initiatiefnemers van deze nieuwe huiskamer in het appartementencomplex De Brakkenhoven, die onlangs is geopend. Buur zit op de plek die voorheen bekend stond als De Kanunnik. Een wijkplaats is eigenlijk een soort combinatie van een wijkcentrum en een eetcafé. Waarbij je naast lekker eten en drinken ook ontmoetingscentraal staat. En waar ook allerlei sociale activiteiten plaatsvinden. We zijn voornemens om voor een heel breed publiek aantrekkelijke activiteiten te organiseren. En dat varieert van de bingo voor ouderen tot een lezing van iemand van de universiteit, een DJ of een singer-songwriter. De opening is erg goed bezocht. We hebben zeker zo'n 130 mensen op bezoek gehad. De wethouder die is hier geweest en die heeft de boel geopend. En het was heel leuk om te zien dat heel veel mensen die toch betrokken zijn geweest bij dit project ook aanwezig waren. Eigenlijk alles wat je hier ziet is eigenlijk zelf gemaakt. We hebben oude meubels hebben we opgeknapt. We zijn ook op Marktplaats gaan rondkijken naar goede koopjes. En er zijn een hoop bewoners die ook spullen hebben aangedragen die we konden gebruiken. Dus met een hele hoop ondersteuning hebben we inderdaad alles zelf gemaakt. We gaan hier een soort kast maken. Zoals in de benedenstad heb je ieder zijn vak. En hier gaat een kast komen waarbij mensen die zelf spulletjes maken, die kunnen hier huren, een vakje van die kast. En daar kunnen mensen hier spulletjes kopen. We hebben een aantal streekproducten, bijvoorbeeld bier van Oersoep, dat is een microbrouwerij hier in het Honingscomplex. En de koffie hebben we van de branderij van Plurijn, dat heet Koffijn, zit nu in de intratuin in Malden. En daar wordt koffie gebrouwen door verstandelijk gehandicapten. Nou, er gebeurt elke dag wel wat anders, maar een aantal standaard dingen zijn bijvoorbeeld het koffiemomentje voor de ouderen. Dat is altijd, iedere ochtend komen hier zo rond een uur of 10:30, 11 een aantal ouderen koffie drinken. 'S middags wordt er vaak geluncht, hier ook door mensen van de universiteit in steeds grotere getalen. En 's avonds hebben we ook een daghap voor 6,50, waarbij we gebruik maken van geredde groenten. Dat zijn groenten die weggegooid worden omdat ze de verkeerde vorm of kleur hebben. We hebben afspraken met de groothandel dat wij die kunnen krijgen. Daarmee is het voor ons mogelijk om voor 6,50 een maaltijd te verzorgen voor mensen die het anders niet kunnen betalen.